Oh, please speak. There you go. Oké. Boy, we're back. Hallo iedereen en welkom bij Fortnite seizoen 8. Alleen een beetje laat. En waarom is dat nou? Ik ben in Disney. Voor al een paar dagen. Dus daarom. Ik was dus in Disney de afgelopen dagen. Letterlijk, ik vertrok op de dag dat seizoen 8 uitkwam. En ik baal een klein beetje. Ik heb het dus moeten missen. Het enige wat ik weet is dat er een vulkaan is. En dat het thema piraten is. Dus seizoen 8 verrast me. Dit zal mijn eerste indruk zijn. Ik hoop dat jullie het nog steeds interessant vinden. En we gaan even zo half primeuren. Oké, Battle Royale, let's go. Ik ben heel benieuwd. Komt er een trailer of zo? Zou het? Ik weet niet. Ik weet niet wat er gaat komen. Oh, Battle Pass promise. Oh, ik heb 50 Battle Stars. Very nice. Thank you. Ik heb als het goed is ook de gratis Battle Pass vrijgespeeld. Dus dat is ook heel chill. Ik krijg nu al een... Wat is dit? Een trail? I don't know. Ik weet het niet eens. Het zal wel. Oké, hallo Ragnarok. No shoulder pad, wauw. Oh, oké, en ik heb... Oké, we gaan gelijk door. Oké, sure, sure. Oké, heb ik... Hier, claim een gratis battle pass. Maar wil ik extra V-bukjes spenderen voor de battle bundle? Ik denk het wel, YOLO, whatever. We gaan het gewoon doen. Hoppakeetje. Oké, dus we hebben heel veel items erbij. Oeh, very nice. Dit zijn, als het goed is... Even kijken, Blackheart en Hybrid. Dit zijn als het goed is skins die je moet levelen, want dat is meestal zo... een rappie erbij. Nice. Een beetje tropisch. Wat is dit? Backbling. Oké. Ahoy muziek. Lekker boeien. Ik wil die nog wel een keer luisteren. Ik zag ook dat er een bananenskin was. Die leek me ook oprecht fucking cool. Maar we zien wel wanneer we die unlocken. We hebben ook deze skin. Sidewinder. Ziet er ook uit als een skin die je kan levelen volgens mij. Wel vet dat ze dat doen. Dit is ook wel cool. Driftwood. Lijkt een beetje op eentje die al oud is. Ah, dat is luid. Oké. We gaan wel echt voor die Arriba team. Oké, sure. Very nice. Oké, we hebben heel veel items in de locker. Oké. Ja, dat zal een vulkaan zijn daarachter. Links is allemaal veranderd. Je ziet dat ik echt gewoon level 1 ben. Ik heb echt nog helemaal niks gedaan. Alles ziet er een beetje anders uit. 50-50 is terug. High Explosives is terug. Oh, wow. Oké, hold up. Dit is wel heel dik hoe die uiteindelijk wordt. Oké, dit wordt een soort... Oh, what the fuck. Deze wordt heel raar. Ik weet niet of ik fan ben van deze. Hij is zo weird. Voor een Fortnite skin. We gaan voor deze. Deze vind ik veel vetter. Oké. Hele nieuwe lobby. Wat? Yo, dit is raar om aan te zien. Yo, oké. Oh, wacht eens even. Oké, dus hier is een hele grote vulkaan. Die zag ik nou niet aankomen. Dat is het enige wat ik zover een beetje wist. En ik weet dat de kanonnen zijn. Wailingwood is weg. De blok is verplaatst. Motel is weg. Lazy Links is weg. Wat trouwens een van de nieuwere plekken was. Dus ik ben verrast. Containerpark is weg. En Dusty lijkt onaangetast. Is er nog iets anders? Nee, ik zie niet per se iets anders wat veranderd is aan de map. Dus het is echt een rechtsboven makeover. Nu komt linksboven eraan. Let maar op. Of misschien Salty Springs. En hier Fatal Field. Dat lijkt me nog best wel logisch. Oké. Wat hebben we hier? Waar ga ik landen? Ik weet niet waar ik heen moet. Ik hoop dat ik geluk heb. Dat is een beetje het ding. Het ziet er alleen zo kaal uit. Alsof er nauwelijks loot te vinden is in deze area. Dat is een beetje waar ik bang voor ben. Hier beneden zit sowieso iets bij de lava. Dus laten we daar maar gewoon droppen, I guess. Gaan we helemaal op onderzoek uit. Ik hoop dat ik niet meteen dood ga. Dat zou niet fijn zijn. Oh, wacht. Dit is de tomato. Hold up. Oké, dit is waar tomato... Oh. Yo, maar er zijn dus nog wel herkenningspunten dan. Ik ben echt helemaal... Ik heb helemaal niks. Oké, crap. Dit is een beetje palen. It's been a while, oké? Ik ben niet helemaal nog warm. Dit is... Eerste potje, oké? Ik heb in ieder geval wel 32 hout. Het is solo's, dus op zich... Ik weet niet wat ze allemaal anders hebben. Ik heb de patch notes niet gelezen. Dus dat is een beetje matig. Oké, wacht. Dit ziet eruit als restanten van Tomato Temple. Dat moet ik wel zeggen. Het is ook exact waar Tomato Temple was, als het goed is. Dus dat is nice to know. Scope revolver zit er ook nog steeds in. Maar we hebben even een pump en een AR nodig. Dan zijn we best wel good to go, denk ik. Ik hoor ook allemaal gekke sound effects. Allemaal vogeltjes die aan het roepen zijn. Oh, wacht. Oh, het is er nog wel. De tempel is er gewoon nog. Yo, maar dit is wel in het goede thema. Dit is wel exact de plek die je zou willen. Oké. Mijn toetsenbord. Oké, there you go. Oh, ja, maar ik heb hier toch helemaal niet het wapen voor, man. Wat wil je nou van me? Oh, nu heb ik er het wapen voor. Oké, waar ben je? Waar zit die? Oh, hierboven. Oh, wow, what the fuck? De sound effects. En de visuals zijn heel anders. Oké, dat is weird. Ze hebben echt heel veel sound effects veranderd. En het is satisfying. What the fridge? Oké. Yo, dat was sick. Oké, dus als je nu shield damage doet, dan klinkt het heel anders. Wat, het is zo raar. Dit speelt zo anders. Wat, welke game speel ik? Is het Apex Legends of zo? Oké, laten we nou trouwens eventjes de lava checken. Dat is sowieso iets waar ik naartoe wil. Kijk nou.
Wat de hel, de vulkaan is echt sick. Ik vraag me af hoe dit gaat zijn ook voor competitive play. Dat is altijd een van de eerste vragen die ik stel. Oh, en ik moet een pirate camp visiten. Dat is een quest. Oké, okay, I mean, het ziet er leuk uit hier. Het ziet er geinig uit. Ik weet niet... Het zag er heel kaal uit ook. Hey, kanon, how you doing? Steer cannon. Oké, okay. Oh, je kan er echt mee lopen. Het is een soort shopping cart. Fire aim cannon. Oké, dus dat is... Oké. Okay. En dat is... Lock is enter cannon. Oh god. Oké. En dan kan ik mezelf ermee afschieten. Dat is super tof. Dat wil ik duidelijk even uittesten. Eerst ga ik even kijken of hier nog wat te looten valt. Want volgens mij is er nog buit. Oh my god, dat zijn munten. Maar ik heb er niks aan. Oh, trouwens, het klinkt ook een beetje echoig, omdat ik nu binnen ben. Dat is super sick. Oh my god, ik hou van het thema. Dit is zo leuk. Ik ben dus naar Disney geweest, hè. Ik heb gewoon lekker in de Pirates of the Caribbean gezeten. Dat doet me er wel aan denken. Oké. Drive cannon, fire. Kan ik nog rijden? Ik kan nog rijden. Wow! Oké. Dat is een beetje raar om te doen. Oh my god. Waar ben ik? Oh, is dit... Oeh, oké. Dit is een beetje scary. Dit is een beetje scary. Ik wil niet in de lava vallen, want volgens mij... Ik neem aan dat het Nee, het zal niet insta-kill zijn, denk ik. Oké, weird. Heel weird. Ik ga ook even zo'n geyser in. Om te kijken wat daarmee gebeurt. In de hoop dat ik niet dood ga door fall damage. Dat zou unfortunate zijn. Maar ik denk dat dit een soort van launchpads zijn. Tenminste, dat is mijn eerste voorspelling van hoe het eruit gaat zien. Oh ja, glider redeploy. Very nice. En je gaat nog hoog ook. Damn. Oké. Trouwens, ik zag ook ondertussen dat... crates worden gemarkeerd op de map. Dat is ook heel interessant. Yo, ik ben fan van deze update. Hij ziet er geinig uit. Ik ben niet helemaal nog onder de indruk van... Yo, het is echt goud of het is matig. Maar, I don't know. Ben er nog niet helemaal uit. Ik wil even dat piratenschip ook checken. Ik wil overal heen. En het is aardig kalm hier in de map. Ik ben alleen maar aan het praten en er komt helemaal niemand tegen. Waar is de actie? Oeh, wat is dit? Oké, gouden scar. Very nice. Mini potions. Cool, thanks. En ik hoor mensen bij de piraten escapen. Dus we hebben actie. Kijk, precies waar u om vraagt. Dat krijgt u. Oh, ik zie daar al wat dingen. Oh ja, die zijn daar lekker aan het chillen. Waar zit de andere guy? Ik hoor wel, de schoten klinken heel anders. Dus we moeten even wennen en anticiperen, I guess. Oh, jemig. Kreeg ik nou random jump fatigue? Of wat was dat? Waar zit de makker trouwens, die... Mijn origineel beschoot. Ik kan hem niet plaatsen. Maar oké. Oh, hij zit boven me. Juist hem. Come on. Oh, ik moet echt even mijn flow weer te pakken krijgen hier zo. Oh, ik heb hem al flink geraakt dus. Nice. We moeten alleen even opnieuw leren bouwen. Oh jee. Oh jee. daar. Oké. Wow, dat schot klinkt raar. Hallo? Oké. Ik kan hem eruit gassen. Dat is wel een idee. Of er komt hier achter de boom. Nice. Zit hierin? Ja. Oh, crap! Zit hieronder? Ja. Oké, nice. En hij is dead. Very nice. Oké, maar er komt nog wel waarschijnlijk een andere guy naar me toe meteen. Voorzichtig zijn. Oké. Pump droppen. Ja, pak het hout op en al die meuk. Pak die op en dan die op. En dan doen we die wisselen, denk ik. I don't know, ik wil geen RPG met één kogel. Oh, hij had er vier. Oké. Weet je wat? We doen het gewoon. Boeien. Very nice. Oké. Dat ging nog best wel oké voor een eerste fight, right? I guess. Ik ben een beetje onzeker. Ik voel me niet helemaal in mijn flow nog. Mijn aim is sowieso een beetje mager. Matig, wilde ik zeggen. Laser Lagoon. Ik heb wel random jump fatigue, man. Dat is heel raar. Ik weet niet of dat normaal is. Het ziet er een beetje raar uit. Het speelt een beetje raar, maar oké. Oké, laten we dan even dit doen. En dan even deze openbreken en erin gaan zitten. En dan jou eruit schieten. Hij zit daar... Oh, oké, wacht. Er zitten meerdere makkers volgens mij hier. Die nog niet helemaal klaar zijn met vechten. Oké, dat is nice. Ik wil eigenlijk even naar die grote shieldpot heen. Kijken of ik daar iets kan doen. Ja, maar... Oh, ik blijf elke keer maar een beetje flabbergast over wat het allemaal is. En wat er allemaal gebeurt. Oké, nice. Zou de handcannon weer gebufft zijn? Oh. Hoeveel zijn het er überhaupt? Wow, sound effects. How you doing? Auw. Motherfucker. Oké, wacht. Ik wil even snel mijn minis innemen. YOLO. Oké, misschien niet. Hij is wild, jongen, die man. Oeh, there you go. Yeet.
Niet! Gouden ronkelaartje op je bakkes. Oh, hij kan niet helemaal bouwen. Of hij kan niet. There you go. Hoppakee. Oké, maar dat is dus echt een heel satisfying geluidje zo te zien. Oh. Wacht eens even, makker. Oh. Wacht. There you go. Oké. Okay. Loot dit. En meteen door. Oké. Okay. Oh, kan ik hem reloaden? Zonder beschoten te worden? Dat zou fijn zijn. Oké, okay, daarheen. En dan... Oh. Oh, ik heb hem. Ik heb hem. Oké, okay, nice. Oh my god. Ik vind het zo spannend, want ik heb al gewoon zo lang niet meer gespeeld. Ik speel niet comfortabel hier. Maar ik doe mijn best. Ik gebruik gewoon mijn oudere gamekennis. Alleen, het is heel moeilijk om in deze areas een beetje fatsoenlijk te presteren, omdat ik gewoon geen idee heb wat ik doe. Het enige wat ik wel echt 100% weet, is dat ik naar de cirkel moet. Want dat is zeg maar niet veranderd aan het spel. Please snij me niet door mijn hoofd. Dan kan ik even lekker doorlopen naar de cirkel. We gaan wel richting de blok. Oh, we zijn nu al... Oh, we zijn al voorbij Loot Lake. Yo, omdat deze area nu zo groot is... Oh, hallo, dat is een kasteel, maar dat is de blok waarschijnlijk. Omdat deze area nu zo groot is, is het zeg maar... Het voelt allemaal veel kleiner. Of in ieder geval, je bent veel sneller bij Loot Lake, wat ik een heel positief dingetje vind. Want het was altijd een heel groot probleem dat je heel lang in open velden moest reizen. En nu is het gewoon net wat dichter en zo. Dus het voelt allemaal wat, wat compacter, als het ware. Omdat alles gewoon net wat lekkerder aansluit van vlak tot vlak. Hey, Rift zit er nog in het spel. Very cool. Ik ga even kijken of ik wat high ground kan fixen trouwens. Dat lijkt me ook wel een heel verstandig plan. Er worden hier al schoten gelost vanaf bergen. Oké, okay, cool. Dus zo zat die ene makker nog achter me aan vanaf de jungle. Dus misschien dat we hem een beetje kunnen pakken. Enter zipline. Let's go. Zit hij hier ergens? Ik hoorde hem wel. Oh ja, daar. Oeh, yeet hem. Please. Yeet hem. There you go. Very cool. Wow, wat zijn dit? Wat zijn dit? Oké, okay, ziet er gaar uit. Misschien moet ik even deze doen. Oh, get headshotted, bro. Oké, okay, laten we deze even fixen. En dan even zo doen. Oh, whoops. My bad. En dan even de triple tactic doen. En dan yeeten hem. Oké, okay, wacht. Laat maar. Oké. Okay. Ik weet niet of ik dit aan kan nu. Maar we gaan het proberen. Oh, oké. Okay. Oh, dat was niet heel verkeerd. Oh, dat was heuk niet heel verkeerd. Maar ik ben wel bang. Oké, okay, ik heb het nog wel een beetje. Ik kan het spel nog eens een beetje spelen. Oké, okay. Forgive me voor mijn flaws, maar weet je. Voor iemand die... hebben we niet gespeeld? 5 dagen of zo? Het voelt als 5 dagen. Doe ik het nog best wel goed. Wacht, waar zat hij nou? Zit hij nou op mijn ramp? I don't know, ik kan die helemaal plaatsen waar die zit. Volgens mij was hij nog beneden. Ah, hij was daar. Oké, okay, nice. Oké. Okay. Dat was stomme fall damage. Ik kan wel even mijn RPG reloaden. Oké, okay, nice. Misschien dat ik hiermee een headshotje kan lossen. Oké, okay, nee. Thank you. Wacht. Oh, jeet. Die travel van de RPG is heel anders geworden wel. Oh, we hebben een compagnon die ons joint. Very nice. Erg gezellig. Circle move ondertussen makkers, dus laten we dit alsjeblieft kort houden. Oké, okay, nice. Goed schot. Alleen niet zo heel veel damage. Wat ik een beetje jammer vind. Ik moet trouwens wel echt moven, dus laat ik maar gewoon gaan. Volgens mij is het zijn met elkaar te vechten, dus dat is sowieso positief. Alleen, ik durf de zipline niet te nemen. Ik kan hem pakken en dan kan ik de fall damage reduction gebruiken. Laat ik dat doen. Oké, okay, ho. Moeten we natuurlijk wel vooruit blijven moven. Ik word waarschijnlijk naar beneden gejiet. Maar op zich maakt het niet heel veel uit. Als ik hier aan kan komen aan de land, aan het land, dan is het goed. Of misschien nog een keeltje pakken. Dat zou helemaal ideaal zijn. Oké, okay, laten we gewoon omhoog gaan dan. Oké, okay, jij heeft de high ground op me. Oké, okay, oh, dat is raar, dat geluid. Oké, okay, hij heeft nog steeds high ground op me. Dit is heel kut. Oh shit, dat geluid. Oh, hij is dood de fall damage. Oké, okay, wauw, dat is top. Oké, okay, perfect eigenlijk, perfect. Kan ik hier naar beneden? Ja. Oké, okay, maar we moeten wel oppassen. Oké. Okay. Oké, okay. Ik heb er wel goed op geoefend, dus daar ben ik wel heel blij mee. Dat ik waterfalling überhaupt kan. Minis, yes. Very nice, thank you. We zijn nog over 4. Ik heb niet bijzonder veel kills, maar weet je... Voor een potje waarin ik letterlijk...
niet heb geoefend. En ondertussen een nieuwe area heb bezocht. Ah! Gaat het nog best wel prima, wilde ik zeggen. Maar dat is helemaal niet zo gevaar. Oké, ik heb geen building materials. Ik ben daar hartstikke dood. Het is balen. Want het ging net zo goed. Oh, please speak. There you go. Oké. Okay. Oh, ik jinxte het zo hard daarnet. Echt heel hard. Oh, ik kan dit level van stress niet aan, jongens. Oké. Okay. Stik je huig. Stik je huig. Echt waar. Ik moet even shielden. Ik moet shielden. Oké, okay, nice. Wow, wat? Fall damage? 13 meter? Are you kidding me? Sinds wanneer neem je zo vroeg fall damage? En waarom zit deze guy in een struik met 0 kills? Oh nee, dat is zo gênant. Beetje pijnlijk, Duncan. Je bent misschien een beetje rusty, omdat ik een paar dagen niet heb gespeeld. Maar ik hoop dat jullie desondanks hebben genoten van deze seizoen 8 semi-primeur. Gebruik natuurlijk even supporten, kun je de code Junken als jullie mij willen supporten. Doe een duimpje omhoog. Abonneer als je meer van seizoen 8 wilt zien. Want ik ga die andere primeur dus echt wel weer inhalen. En tot de volgende keer. Later.